Kijk, kom ik in de kleedkamer gaan. Ik heb er een schone verrassing voor Christophe. Ik heb er een schone verrassing. Juist voor Christophe, van lekker Tom. Ja, ja. Dag, hè. Kun je toch niet waar je plaats is? Ja. Dat is jouw plaats? Voilà. Dan kijk ik nu uit de gekozen niet als spelers, dat die vindt waar hij meestal blijft. Amai. De opzet is dat we proberen spelers te koppelen aan starspelers. Starspelers dat kan uit het buitenland en binnenland zijn. En hier zie je dat we verschillende spelers hebben gekozen voor verschillende spelers uit het buitenland. Maar er is één speler, Guus Flamarant, die dan een keuze maakt om een KV Kortrijk speler te kiezen. Wie heb je precies gekozen? Christophe Daan. En waarom? Omdat het is een goede voetballer is en je staat op dezelfde plaats als mij en zo'n beetje gelinkt. En ook omdat hij een Kortrijk speelt. Het is een hele mooie verrassing voor mij en voor Huust ook, dat ik hier aanwezig ben voor hem. Ik denk dat De Bruyne en Hazard hier niet zo zijn vandaag. Maar oké, het is leuk dat hij mij kiest en dat hij naar mij opkijkt. Welke tips kan je hem geven als ervaren speler? Altijd geloven in jezelf. Ook als de trainer tegen u is of boos is of ik weet niet wat, of de wedstrijd was niet goed. Altijd blijven geloven, blijven hard werken en dan komt het wel goed. Lekker een bal, hè? Yeah.